Ik heb een week of 6 tot 8 geleden, wanneer was het, dat we in de Schouwburg waren om na te denken over hoe we dit jubileumjaar van de Melukse gemeenschap in Kuik, hoe we dat feestelijk met elkaar zouden kunnen vieren met alle partners. En ik heb ontzettend genoten van de ontzettende drive en de energie die daar hing. Zowel bij Berseba, de groep, en bij de partners. En kijk eens nou, het zijn 6, 8 weken later. En we hebben eigenlijk met elkaar al een eerste activiteit te pakken. En dat is een applausje waard, ja zeker. We zijn heel erg bezig, natuurlijk, met boeken en met lezen. Maar we zijn ook steeds meer bezig met mensen helpen met taalontwikkeling. Of om digitaal mee te komen in de samenleving. Maar we zijn ook bezig met echt ontmoeten. En ook blijven ontmoeten. Want in een ontmoeting zit ook een stukje nieuwsgierigheid naar de ander. En dat is eigenlijk wat we natuurlijk vandaag, met het project wat we vandaag gaan lanceren, ook bij uitstek proberen te doen. En ken je mij? Dat is wat anders als herken je mij? Want ik denk dat de beelden die en de mensen die op die beelden staan in de gemeenschap, nou ja, dat zijn gezichten die mensen misschien al 20, 30, 40, 50 jaar zien. Maar ken je het verhaal? En dat vinden we juist zo mooi aan deze avond in de bibliotheek. Dat we het verhaal van de Molukse gemeenschap in Nederland, en we kunnen dat niet vaak genoeg doen, met elkaar blijven vertellen. Wij gaan in november, op de 20e, hebben we weer hier een bijeenkomst in de bibliotheek. En dan zijn er ook levende boeken te gast. Mensen kennen dat misschien van ons, dat doen we de laatste tijd wel vaker. Dan kunnen mensen ook echt met andere mensen over die verhalen in gesprek. En we werken natuurlijk toe naar een climax in december, als er ook nog een nationale reizende tentoonstelling over de Molukse gemeenschap in Nederland naar Kuik gaat komen. Deze mooie avond namens werkgroep Bersama Kuik. Maluku Tanapusaka, lied wat jullie net gehoord hebben. Een lied over geboorteland, het lied over moederland, waar je roots liggen. Een lied ook over broederschap, over eenheid, over diversiteit. Want het maakt niet uit van welke eiland van de Molukken je afkomt. Of het nou Ambon is, of Tanimbar, of Kei, Seram, Haruku, Nusalaut. Wij zijn allemaal één. En de diversiteit wat we hebben, qua afkomst van eiland, qua religie, ook qua generaties. Wij zijn allemaal één.
En dat is ook de boodschap wat wij, werkgroep Bersama Kuik, in samenwerking met nog velen vanuit de Molukse gemeenschap, dat ook willen uitdragen in de activiteiten die wij de komende periode gaan organiseren. De diversiteit laten wij ook zien in klederdracht. Jullie zien hier drie dames met drie verschillende klederdrachten. Ik zal beginnen bij Oesie Roos Materbooms van de Keilanden. Zij draagt originele, traditionele kleding vanuit de Kei-eilanden. U ziet de paarse kleur, dat is ook de oerkleur, de Adat-kleur, de Asli-kleur vanuit Kei. De kleren worden ook gedragen tijdens speciale gelegenheden. Links van de derde generatie, Nona Rachel Pessy, met haar roots op Ambon. Zij draagt traditionele kledij van Ambon, de witte kabaya en de kang solongkang. Wat zij aanheeft wordt ook op speciale gelegenheden, op feesten wordt het gedragen. Dan in het midden, de jonge dame, Nasira, 8 jaar oud, 4e generatie. Van de Molukse gemeenschap hier in Kuik. Zij draagt kaintenoen vanuit Tanimbar. En ook deze kledij wordt ook bij speciale gelegenheden gedragen. De kain wat ze draagt, ik heb gehoord dat het ook extra geweven is. Ja? Goed. Wat jullie hier zien is een diversiteit. Wat jullie hier zien is een diversiteit van kledij, van afkomst, van generatie en van religie. Meneer de directeur van de BIEB, die zei net al, ken je mij? Beta Shapa, wie ben ik? Kennen jullie ons? Katong Shapa, wie zijn wij? Het antwoord is, dit zijn wij, zoals wij hier vanavond staan. Eind april 1961 kwam oma in Kuik-Noord te wonen, in de Karel Doormansstraat. Ja, nummer 5, kijk, mooie aanvulling. En oma is niet meer weggegaan in Kuik. Oma heeft kinderen gekregen, kleinkinderen en volgens mij ook al achterkleinkinderen. Ja. Toch, tjitje? Is er ook eentje hiervan? Hier vandaag aanwezig, hè? Ja, hè? Ja. Oké. Ik wilde eigenlijk oma, ik ga oma gewoon even wat vragen stellen. Een van de vragen waar ik heel benieuwd naar ben, maar ik weet niet zo goed of oma het nog weet, is toen u naar Nederland kwam, toen had u met opa samen een grote kist bij u. Die bekende koffers, de legerkisten, de legerkoffers. Hutkoffers, inderdaad, hè? Die kennen ze allemaal. Weet u nog wat daarin zat? Ik weet nog. Een paar kleding. Een paar kledingstukken. Een wokje. Wok. Een wok? Ja. Om te koken? Ja. En hoe heet het? De chobe, zeg maar. Een chobe, een fijnsel. Ja. Ja, zo om te pakken. Zo'n lekkere recept, zeg maar. Ja, maar nu, tegenwoordig, gestopt met kant en klare. Is ook goed. Is ook lekker, ja. Is ook lekker. Maar op zijn manieren natuurlijk. Vindt oma het ook belangrijk dat wij hier de Molukse manier van koken leren? Ja, dus te gewoon met verschillende recepten, maar het is een echt moeilijke recept, dat weet ik niet.
Heeft u recepten die geheim zijn, die niemand anders mag weten? Och wel. Dat mag iedereen weten. Dat mag iedereen weten. Het is geen geheim. Nee. Oh, gelukkig, we gaan allemaal in de leer bij oma. En van de eerste generatie gaan we naar de derde generatie. Raissa Tauroni. Even kijken of jouw mic goed werkt. Ja, werkt die? Ja. Oh, je moet er wel even inpraten dan. Ja? Oké, goed. Raissa, trotse mama van vijf meiden ook. Ja. Waarvan de oudste u heeft gezien, die heeft u verwelkomd. Hè? Daar is een stikje hand nog maar eens even omhoog. Yes, de oudste. Geboren in Nijmegen, opgegroeid in Kuik. Ja. Jouw leeftijd is, mag ik dat vragen? 34. Je bent derde generatie dus. Ja. Jouw mama, jouw moeder is ook hier, is van Molukse kom af. Ja. Naam Wati. Ja. Dus jij bent kwart Molux. Mm-hmm. Je bent half Spaans. Kort Spaans. Of kwart Spaans. Half Nederlands. Half Nederlands. Ja. Je bent met een Marokkaanse man. Ja. Dus jouw kinderen hebben echt een explosie en een mix aan culturen. Ja. Super, daarover dadelijk meer. Maar eerst even over jou. Want waar ik wel heel benieuwd naar ben, is hoe jij jouw basisschooltijd bijvoorbeeld hier hebt ervaren. Met wie ging je om? Op welke basisschool zat je? Ik zat basisschool de Faluwe in Kuik-Noord. Mm-hmm. Waar ik weet niet of iedereen dat nog weet, maar waar de oude kringloop heeft gestaan. Daar stond vroeger een basisschool. Dat was mijn naar basisschool. En heel multicultureel opgegroeid, met allemaal verschillende culturen, verschillende afkomsten, verschillende religies. Mm-hmm. Wat is jouw band met oma? Ja, dat is de tweede belangrijkste vrouw in mijn leven. Heb jij iets van haar meegekregen ook, waarvan je nou zegt van, oh, dat wil ik echt aan mijn kinderen meegeven? Want even voor de duidelijkheid, oma is er niet meer, hè? Oma is overleden. Nee. Ik denk gewoon hetzelfde wat mijn moeder mij heeft meegegeven. Gewoon het respect en beleefd mensen met u aanspreken. En oom en tante, niet zomaar mensen bij de voornaam noemen. Mm-hmm. Dat geef ik ze ook mee, want ze vraagt ook altijd van, oma, is dat dan familie? Ja, dat is oom en dat is tante voor jou. En soms een beetje lastig. En dat soort dingen denk ik wel. Mooi. Hey, en in je interview vertel je ook dat je ook trots bent op de verhalen die opa en oma jou hebben meegegeven. Mm-hmm. Zijn dat ook verhalen die je dan ook weer deelt met jouw kinderen? Ja, mijn oudste heeft altijd wel vragen. En dan, of ze praat met Ninne, of ze vraagt het dan aan mij. Van waar komt Oyen dan vandaan en hoe was het dan daar en waar woonden ze in Indonesië en dat soort vragen. Ja, dat, mooi, en dan kan jij een mooi antwoord op geven wat je zeker. Weet. Ja, zeker. Heel mooi. Ja. Ja, en we hadden het net over een stukje diversiteit, althans Omingo schaf dat aan. Wat veel mensen niet weten is dat er naast de protestantse Molukkers, naast... de katholieke Molukkers ook een gemeenschap in Nederland is die met een moslimachtergrond, dat weten veel mensen niet. Mm-hmm. Jij bent wel van huis uit, ben jij christelijk opgevoed? Katholiek ook opgevoed? Ja, meegekregen, niet echt opgevoed, maar dat was meegekregen. Ja. En jij hebt hier een prachtig gewaad aan en jij bent moslima. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik ben denk ik zo rond mijn 15e. Een soort van zoektocht gestart. Omdat ik dacht van, nou goed, wie is Raissa? Waar sta jij voor? Waar geloof jij in? En ik was altijd al geïnteresseerd in verschillende culturen. De religies heb ik altijd interessant gevonden. En uiteindelijk bij de islam uitgekomen. En dat was voor mij, dat ik dacht van, nou, dit hoort bij mij. En dit is waar ik in geloof. En dat past bij mij. Heel mooi. Ja. Dus vanwege je zoektocht. Ja. Heel mooi. Ja. En is dat ook weer iets wat jij doorgeeft aan jouw kinderen? Ja. Wij voeden ze islamitisch op. Ja. Dus met geloof. Ja. En dat kan prima met de Molukse normen en waarden. Ja, zeker. Ja. Dat is gewoon goed. Ja.
In jouw stukje vertel je ook nog iets, ik vond het heel leuk, over vooroordelen die mensen over moeilijkers hebben. Mm-hmm. Kun je daar nog even iets over aanhalen? Ze vroegen dus inderdaad aan mij van, heb je wel eens te maken gehad met vooroordelen? Nou, ik persoonlijk zelf niet. Mm-hmm. Maar de vooroordelen die ik dan om me heen hoorde, is dat alle moeilijkers bij een motorbende zitten. Mm-hmm. Dat alle moeilijkers treinkapers zouden zijn. En dat ze altijd te laat komen. En dat is niet zo. Maar een aardige tijd hier, hè? Dat zijn er. Volgens mij zijn er nog wel een aantal die inderdaad soms elke keer te laat komen. Hè? De mensen die het hardste lachen misschien hier in de zaal. Goed, dus inderdaad veel vooroordelen. Ja. Wat is er dan dat jij wil meegeven aan nu de Kuikse kijker of de mensen die hier inderdaad in de zaal zitten? Mm-hmm. Wat is ook moeilijks? Wat voor mij heel moeilijks is gewoon de samenhorigheid, sterke familiebanden en een hele rijke geschiedenis waar heel veel mensen ook helemaal niet vanaf weten. Dus ik denk dat belangrijk is dat daar veel over gedeeld wordt en dat er over gepraat wordt. Mooi. Ja. Nou, perfect bruggetje, perfecte afsluiting dan door inderdaad nu aan te geven dat dat komt. Taroni en oma Adler, dank jullie wel. Nogmaals een applausje hoor. Dank jullie wel. En ik zou het erg leuk vinden als degene die op de poster staan naar voren zouden willen komen als ze dat ook willen. Ja, dat willen ze. Ja, natuurlijk. Dus, dan komt de eerste. Momentje. Oh, Mozes. Dit is Omozes Mastaal. Wilt u mag hier voor staan? Misschien kan de fotograaf er een mooie foto van maken. En dan hebben we Joey Dubovil, die is helaas niet aanwezig. Derde generatie. En dan. Oom Janus Kelderman. Alsjeblieft. Oom Janus is ook tweede generatie. Kijk. En dan hebben we hier Marinho Littemolo. Misschien kan Basja. Partner van Marinho. Kijk. En natuurlijk oma Odler. Wat is daarvoor staan? Ja, dat hoort. Oh, oma wel. Ja. Mooi. Eerste generatie. En als laatste, Raisa. Ja, ga ze staan. Ja. Nou, dit zijn dus onze zes toppers. Eerste, tweede en derde generatie. En al zijn diversiteit.
En dan ga ik heel even uitleggen hoe zo'n poster dan werkt. Ze worden in Kuik opgehangen op verschillende plaatsen. Dan pakt u uw telefoon, die heeft tegenwoordig iedereen. Dan scan je de QR-code. En dan start je meteen. En achter kunt u hem volgen. Ja. Ik ben Raisa Trobi. Nou, mijn ouders laten we deze afspelen. Zij is van de Russische kom af. Mijn vader is Julio en hij is van de Spaanse kom af. En op deze manier kunt u alle filmpjes stuk voor stuk volgen. En ze hebben allemaal hun eigen mooie verhaal. Okay. Dus we kunnen een applaus voor deze mensen. Zestig jaar Molukkers in Kuik. En dat moet gevierd worden. En dat gebeurt ook, want hier is zojuist het startschot gegeven voor allerlei activiteiten. We zijn in de Biep in Kuik en bij mij heb ik... Ramona Ebbers. Mingus Pessy. Wat valt er allemaal te vieren? Het is niet zozeer dat we iets gaan vieren, maar puur wel herdenken. Want wij zijn natuurlijk dankbaar dat wij hier staan. En dat is namens onze eerste generatie die hier gekomen is. En daar willen we wel bij stilstaan. Er zijn ook genoeg mensen die dat niet weten. En dat is ook waar wij onze activiteiten dan weer op richten. Ja. Nou ja, heel slim inderdaad. Want ik denk, de jonge mensen, die weten het helemaal niet, hè? Ja, nou ja, goed, ik denk dat niet alleen maar jonge mensen, maar van veel generaties die dus niet bekend zijn met de geschiedenis van de Molukkers. Van waarom zijn de Molukkers hier eigenlijk? En nou ja, goed, in het kader wat Ramona net zei, in het kader van 60 jaar Molukkers, willen we dat dan ook laten zien aan de Kuikse samenleving. Van oké, wie zijn wij? Meer vertellen over onze cultuur. En nou goed, er werd net al tijdens de bijeenkomst al gezegd van vooroordelen van Molukkers. Hè. Er werd genoemd van dat zijn allemaal leden van Satudara, van de motorclub, of zijn allemaal treinkapers. En aan de ene kant kun je de mensen dat ook niet kwalijk nemen, omdat er, als je de geschiedenisboeken bekijkt, dan staat er heel weinig, eigenlijk bijna niks over de Molukse geschiedenis. En dat is dan een gemis, met als gevolg dat heel veel mensen dus geen weet hebben van waarom we hier in Nederland zijn. Ja. Onze Molukse cultuur heeft heel veel te bieden. En dat willen wij dan ook laten zien. Er werd al net al genoemd, hè, de elementen uit de Molukse cultuur. Saamhorigheid, dat soort dingen. Respect naar elkaar toe. En dat willen wij ook uitdragen naar iedereen. Om te laten zien van, dit zijn wij. Ja. Want, nou ja, een derde generatie Molukkers. Nou, eigenlijk zijn jullie gewoon Kuikenaren, toch? Ja, dat is... dat is ook een beetje de generatie inderdaad. Wij zijn echt wel meer Nederlands opgevoed. Maar wij voelen nog wel onze roots heel erg, want die krijgen wij vanuit huis mee. En die proberen wij ook, want ik heb zelf ook kinderen. En dat is dan weer de vierde generatie. Je probeert toch een stukje mee te geven. Want je wilt niet dat dat in vergetelheid raakt. Het hoort bij je, het is je eigen ik. Ja. Ja. Die posters, dat is wel iets heel bijzonders, hè? Ja, daar zijn we echt wel trots op dat dit onze aftrap is. Zes echte toppers van mensen in verschillende generaties inderdaad. Verschillende religies en dat soort zaken die hun verhaal inderdaad doen. En die je straks inderdaad door heel Kuik ziet rondhangen. En waar je even met een telefoontje even het interview kan kijken. Heel laagdrempelig. En zo willen we inderdaad mensen laten zien van dit zijn wij, dit zijn onze mensen. En, en dit verhaal hoort erbij. Ja. Ja. Nou ja, een prachtig idee. Inderdaad, heel laagdrempelig voor iedereen. Het programma hebben we gehoord. Er is van alles te doen. Een mooie afsluiting nog. Ja. Net al gezegd, hè, de reizende tentoonstelling die komt straks vanaf 4 december. Achter de Schouwburg op de parkeerplaats. En die blijft er staan tot en met 26 december. Waarin dus het verhaal wordt verteld van de Molukse gemeenschap in zijn totaliteit. En voor Kuik hebben we nog een 7e container gecreëerd. En daarin wordt het verhaal verteld van de Kuikse Molukkers. En daar zijn we wel, daar zijn we toch wel trots op dat we dat kunnen doen. En dan wordt het inderdaad afgesloten op 29 december. Initiatief van de wandelgroep die dan een wandeltocht gaat maken door Kuik. Waarbij ze dus de hotspots gaan bezoeken. Wat voor onze Molukse gemeenschap hier toch wel een belangrijke betekenis heeft. Of
belangrijke plekken voor ons, laat ik je zo zeggen. Ja. Als er mensen zijn die nog precies willen weten wat er nu waar, wanneer te doen is, kunnen die op een of andere website kijken? Ja, deze week gaat onze website live. Die heet www.bersama-kuik.nl. En we hebben natuurlijk ook onze socials op Insta en Facebook. Dus die mogen gewoon allemaal veel bekeken worden. En daar staan inderdaad iedere keer nieuwtjes en wisjes, datjes. Echt allemaal leuke dingetjes. Ja. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan.